Naam? Jante. Achternaam? Gewoon Jante. Leeftijd? Wat doet het ertoe? Leeftijd? Tussen de 16 en de 18. Leeftijd? Al gestorven. Leeftijd? Begon te beven. De dag dat geraas, de chaos, definitief losbarstte. De dag dat onder boven werd en boven onder. De dag dat de politie sirenes loeide, de camera's snorden en de verslaggeefsters huilden. En ik boven alles haar stem hoorde. Daar zit iemand! Riep ze. En daarna hoorde ik het nog eens. Daar zit nog iemand! Maar daarna hoorde ik niks meer. Ging alles tegelijk. Werd ik verpletterd. Zonder dat ik daar ook maar iets aan kon doen, werd ik verpletterd. Door een omenel met kortgeknipt haar op een bulldozer. Die zelf niks had. Niks. Dat is een godverdomme geen hol! Kon schelen dat daar een leven mens zat. Geen hol kon het ze schelen. Een levend, ademend, pissend van angst. Met liefde door hun moeder. Met liefde grootgebracht. Dat ze dat geen hol kon schelen. De mannen in de overal. De mannen met sleutelbossen aan hun riem. De mannen die elke ochtend hun kinderen naar het kinderdagverblijf brengen. De mannen die nergens schuld aan hebben. De mannen die alleen maar uitvoeren. De mannen die alles uitvoeren wat anderen voor ze bedenken. Zij doen hun van niets te verwijten. Vraag, waarom doet u dit? Antwoord, omdat niemand anders het doet. Vraag, doet u dit uit idealisme? Antwoord, vindt u dat een vies woord? Vraag, u weet dat u kunt sterven door dit te doen? Antwoord, wat is de vraag? Vraag, beangstigt u dat niet? Antwoord, ja. Moeder, het spijt me. Ik weet, ik was je eerste kind, je enige kind. Ik had het niet moeten doen, maar Jezus, is het mijn schuld of van de man achter het stuur? We varen in rubberbootjes, over huizen hoge golven. We keten onszelf vast aan oeroude woudreuzen. We staan klaar met spandoeken bij nucleaire installaties. En we stellen ons een andere wereld voor. We stellen ons een wereld voor die net iets minder verrot en ziek is. En we zeggen dat het nog anders kan. Dat het anders moet. Dat als we nu, dat als we dan, dat is wanneer iedereen, dat er dan nog een kleine kans is dat. Maar misschien zijn we nog wel cynischer dan de rest. Wij hebben al die informatie. Jezus, ja! Wij beschikken over de data. Wij kennen de plekken in donker Afrika waar de grootste rommel gedumpt wordt.
Ja. Die plek kennen we. Lievert? Ik heb je op het nieuws gezien. Het nieuws van 8 uur. Ik had net de vaatwasser ingeruimd. En toen de tv aangezet. Dat doe ik altijd. Eerst de boel aan de kant. En dan het journaal. Lievert. Toen zag ik jou. In het nieuws van 8 uur. De mond zat vol aarde. Wat hebben ze met je gedaan? Het was zo opgevallen. De legertop was opgevallen. Dat er soms zomaar manschappen dood op de grond lagen. Ze had het ene moment een sigaret te roken met hun makkers. En het volgende lagen ze dood op de grond. Kogel in de rug. En niemand te bekennen. Vervloekte spleetogen. Niemand te bekennen. Ze begreep er geen zak van. De legertop begreep er geen zak van. Hele tanks verdwenen. Voorraden. Manschappen. Waarheen? Het antwoord ligt onder de grond. Tunnels, natuurlijk! Die godvergeten Vietcong had een stelsel van gangen onder de grond gegraven. Onder onze slaapzalen, onze verbindingsposten, overal! En van daaruit werden we beschoten, hielden ze ons in de gaten en jatten ze onze spullen. Ik zeg nu wel onze. Maar eigenlijk was het mijn oorlog niet. Helemaal niet. Maar wij moesten naar beneden. Tunnelratten noemden ze ons. Ja, en dat werden we al snel. Tunnelratten. Wij moesten naar beneden met alleen een dolk tussen onze tanden. Verder niks. Ja, wat moet je met een handgranaat, jongens, hadden ze gezegd. Je kunt daar beneden geen handgranaat gebruiken. Dan ga je zelf ook de lucht in. Nee, een dolk. Dat vonden ze wel voldoende. Eventueel een pistool. Zij wisten niet wat daar beneden was. Zij niet. En wij ook nog niet. Lievert, ik heb je op het nieuws gezien. Wat hebben ze met je gedaan? Je mond zat vol aarde. Wat hebben ze met je gedaan? Je lichaam was zo bleek en slap. Wat had jij gedaan? Waarom moest je daar zijn? Ik had de thee klaar, lieverd. En de koekjes. Dat weet je toch? De thee en de koekjes. En vader zou eerder thuiskomen van zijn werk. Je weet hoe druk hij het heeft. Maar hij zou eerder thuiskomen van zijn werk. En thee had ik. En koekjes. En beschuitjes met suiker besprenkeld. Maar misschien wou je daar juist van weg. Van thee en koekjes en beschuitjes met suiker besprenkeld. Misschien zocht je wel wat anders dan een warm nest. Het geraas, het kraak, executie en begrafenis tegelijk. Zoiets toch? Maar ik denk het niet, lieverd. Ik denk niet dat jij dat zocht. Ik denk dat als je nog een paar jaar, dan was je er vanzelf al uitgestapt. Dan was de rest van je leven begonnen. Maar het is je niet gegund. Door hen niet. Ze hebben je mond volgereden met aarde voor wormen. Ik heb geen eens meer om hulp kunnen roepen. Wat gaf ze het lef? Het gore lef? Waarom blijft ze niet met een poten van mijn kind af? Waarom niet? Verklaring. Er zijn fouten gemaakt, maar geen ernstige. De procedure is ordentelijk verlopen. De bestuurders van de bulldozers konden niet weten dat dezelfde individuen in één of meerdere van de tunnels ophielden. De bestuurders van de bulldozers deden slechts het werk. Hun deel van het werk. Ze konden nogmaals niet weten dat de fouten die gemaakt zijn behoren tot het domein van de menselijke fouten. Thank you.
de dag dat de aarde boven me rolde. Het was zo goed begonnen. Zo mooi. Puur. We hadden de zonsopgang gezien. Met z'n allen. Want we wisten dat ze niet zouden komen. Ik weet niet hoe. Maar dat wisten we gewoon. En zo kwam iedereen zijn hol uit. Kroop als een mol naar het daglicht. Vel achter de nagels. Geschaafde handen. Kapotte knieën. Veel, heel veel geknipper van ogen. Als de albino's van daaronder zaten we daar. Gewoon te wachten. Tot de zon zich zou laten zien. Gloeiende bol die pijn zou doen aan onze ogen. Je moet je wel beseffen wat dat betekent, weet je. Om tientallen meters. Nou ja, meters onder de grond te gaan zitten. Donker, koud, alleen. Alsof je diep bent teruggekropen in een of ander geboortekanaal. Je zit daar in een hol van zand, aarde, planken. Je zit daar met wat kaarsen, een zaklamp en een mp3-speler. Maar daar heb je geen zin in. Je zit daar en het enige vermaak dat je hebt zijn je herinneringen, je gedachten en je angsten. Met je angsten kun je je prima vermaken als je diep onder de grond gevangen zit. Ik wist niet dat ik voor zoveel dingen bang was. Was hij daar? De zon. Het was een moment zonder begin en einde. Een moment dat er gewoon was. Tussen en in ons. Nee, ik heb nooit gemerkt dat ze zich zo van ons of anderen wilde onderscheiden. Dat ze de behoefte eraan had apart of anders te zijn. Integendeel eigenlijk. Ze leek eerder haar best voor te doen net zo te zijn zoals de rest. Gewoon, doorsnee. Ja, dat het er dan niet lukte was misschien wel een beetje haar grote tragiek. Het was altijd of ze een beetje anders rook dan de rest. Alsof een soort geheim met zich meedoen. Een andere afkomst. Een familiegeheim. Ik weet het niet. Maar wat heeft het nu voor zin daarover te praten, nu alles al gebeurd is? Ik zag haar al jaren niet meer. We tekenden vroeger altijd samen. Maar eens had ze daar geen zin meer in. Hield ze er ineens mee op. Zo ging het ook met onze vriendschap. Wat doet het er eigenlijk toe? Waarom vertel ik je dit? Wie ben jij? Lieverd, was toch kunstenaar geworden? Dan had je hetzelfde kunnen zeggen. Je had niet dood gegaan. Tvoja braca podavila, podavila, nedove. Tvoja se ja osjedila, osjedila, ne grlila je. Tvoja majka osljepila, osljepila, ne vidjela je.
Ik heb niet veel nodig. Een mp3-speler met daarop wat muziek. Het liefst muziek waar ik droevig van word. Moeder, snap je dat ik het liefst luister naar muziek waar ik droevig word? Weet je waarom? Als ik luister naar muziek waar ik droevig van word, dan denk ik, dat klopt. Want ik was al droevig. Dus die muziek, die droevige muziek, die stelt me gerust. Terwijl, vrolijke muziek, of opgefokte muziek, house, daar word ik onrustig van. Dat snap ik niet. Van waar de lol? Lievert. Was toch schilder geworden? Dan had je hetzelfde kunnen schilderen. En ze hadden je met rust gelaten. Was toch dichter geworden? Dan had je hetzelfde kunnen dichten. En ze hadden je met rust gelaten. Ze hadden je mond niet volgereden met aardappelwormen. Ze hadden je botten niet versplinterd onder die rupswanden van hun moordwerktuigen. Ze hadden je hoogstens je doeken bekeken. Of je schilderijen gelezen. En gedacht, goed getroffen. Goed getroffen. Maar ze waren niet over je heen gereden. Dat hadden ze niet gedaan. Ze waren niet over je heen gereden. Ze hadden je met rust gelaten. Als ik het niet doe, doet niemand het. Als niemand het doet, gaat de wereld kapot. De wereld gaat al kapot omdat niemand het doet. Dat het niet helpt, geloof me. Het moet helpen. Het is het enige dat helpt. Het enige. Toen je communicatie ging studeren, was ik blij, zo blij. Opa en oma ook. Opa is met een gerust hart gestorven. De eerste dokter Anders van de familie. Dat zei hij altijd. Dat vond hij een fijne zin om uit te spreken. De eerste dokter Anders van de familie. Dat je daar verkeerde vrienden zou vinden, dat wisten we natuurlijk niet. Ga toch niet aan ijskranen hangen! Kees hier verdomme niet aan kerncentrales vast. Dat anderen de wereld redden. Sergeant, is it safe to go down there? Yes, Private Esposito, it is. Is it really safe, Sarge? Yes, soldier, goddamn, go down there and kill them all. No mercy. Yes, sir. Well, what are you waiting for? I'm afraid, sir. Damn it, soldier, I told you to save. Go down there at once or I shoot you myself. Yes, sir. Good luck. Ah! That's a hell of a way to go. Lord, have mercy on his soul. Na elke bocht loerde de dood. Stonden ze voor je klaar? Zij of een booby traps? Het gevreesde laatste moment, een felle flits. En er is zo weinig van je over, dat ze er niet eens een doggybag mee konden vullen. Soms hoorde je ze ademen. Vlakbij. Meters onder de grond. En dan hoorde je ze ademen. En dan maakte hij als een solemieter dat je wegkwam! Maakt niet uit hoe! Naar boven! Uit! Kom nu rustig. En met je handen boven je hoofd, die tunnel uit. Er gebeurt je niets als je nu rustig met je handen boven je hoofd die tunnel uitkomt. Kom nu rustig die tunnel uit. Wij willen dat jullie nu rustig met jullie handen boven je hoofd die tunnel uitkomt zodat jullie teringbenen kunnen opruimen en iedereen kan gaan slapen. Begrijpen jullie dat? Wij willen slapen en jullie ook. Ons doel is gelijk. We willen allemaal slapen. Er zit nog iemand! Er zit nog iemand! Kijk dan, er zit verdomme nog iemand!
Joh, die nacht zelf. Ik geloof niet dat ik erover wil praten. Wat wil je dat ik zeg? Ik bestuurde dat ding alleen maar. Ik had het niet bedacht. Ik voerde gewoon een paar opdrachten uit. Ik was slechte slaper. Ik kon nooit voor één in slaap komen. Omdat de dromen er komen spoken, weet je. Maar nu, met mijn dochter, heb ik eigenlijk geen problemen meer met slapen. Eigenlijk slaap ik helemaal niet meer. Behalve overdag. Aan tafel. Dan sukkel ik nog wel eens in. Maar 's nachts? Nee, niet voor mij. Ik sta hier voor de groene enclave. Het is nacht. De verzetshaard biedt een spookachtige aanblik, gevangen in het licht van de graammachines. Het is hier nu nog rustig, maar iedereen weet dat zo dadelijk het breken gaat beginnen. En het is nog steeds onduidelijk of er zich nog mensen in het gangenstelsel onder de grond bevinden. Dit was Clary Troelstra voor BLW-TV. Stem die riep, daar zit nog iemand! En op dat moment had ik mijn hol uit willen kruipen. Naar boven, naar het licht. In mijn gescheurde kleren, met mijn ongewassen haar. Weg uit die dodenkoffer, weg uit die grafkelder. Tegelijk, aan de andere kant, de uiterste consequentie. Zoals Peter dat altijd al zei, je moet de uiterste consequentie trekken. Waaruit? Vroeg ik hem dan wel eens. Uit het feit dat jij mens bent. En zo lag ik daar. Bevend, trillend van angst. De uiterste consequenties te trekken. Uit het feit dat ik mens was. Terwijl een stem dwars over alles heen. Dwars over alle geluid van de graafmachines, de motoren, de verslaggevers, de politie-sirenes. Terwijl een stem dwars over alles heen. Mijn trommelvliezen verscheurde. Ik hoorde haar stem. Ik hoorde haar gillen. Ik gilde zelf ook. Ik geloof dat iedereen gilde. Lieverd? Lieverd, ben jij dat? Kom je zo de trap op als je thuis komt? Je weet hoe vader is. Doe je schoenen uit. Ik kom je op je sokken de trap op. Ik heb wat muesli voor je klaarstaan, lieverd. Het staat op de keukentafel. Melk staat ernaast. Ik eet het zelf ook. Het is muesli met honing en rozijnen. Maar die haal ik er altijd uit. Die rozijntjes. Ik wil geen rozijnen met muesli. Lieverd, zul je zachtjes doen? Je weet hoe hij is. Lieverd, heb een fijne avond. Het is raar hoe gauw je het contact met iemand verliest. Hoe snel je in andere patronen terechtkomt. Ja, vroeger waren we toch een soort soulmates. Maar we liepen wel met elkaar over de levensweg. Als ik dat zo zeggen kan. Maar toen ging zij de ene kant op en ik de andere. En je ziet elkaar nooit meer. Je blijft alleen als een soort nagloeien aanwezig in die ander. Als een soort... Waarom vertel ik jullie dit? Van welke krant zijn jullie? Vind je het soms leuk om in de levens van andere mensen te poeren? Kom nu kalm en rustig die verdomde tunnel uit! Of geduld raakt op! Kom godverdomme nu die tunnel uit! Als je naar die vieze, vuile kleren waar je met je handen boven je hoofd! Godverdomme! Er zit nog iemand! Kijk dan, er zit nog iemand! Er zit verdomme! Er zit nog iemand.
Joh, die nacht zelf. Joh, wat wil je dat ik erover zeg? Het ging zo snel, hè? Ik mag er niet over praten, geloof ik. Maar dan maak ik nog zelf wel uit. Wat ik zeg of tegen wie. Tja. Het was eigenlijk zo gebeurd. Ik probeerde de grond te egaliseren. Ik dacht dat iedereen weg was. Ik ben geen moordenaar. Dat steekt me. Als mensen dat zeggen, dan denk ik... Denk godverdomme eens even na voor wie zoiets zegt. Tja. Ik merkte het eigenlijk pas door dat gegil van dat meisje. Dat meisje in die rafelige trui. Daardoor merkte ik pas dat het echt mis was. En toen zag ik het ook wel, ja. Toen zag ik het ook. Of ik er slecht van slaap? Ik slaap nooit slecht. Nooit. Ik ga liggen en ben weg. Droomland. Dat is wel een voordeel, hoor. En verder. Waarom zou ik me schuldig voelen? Ze weten toch wat er kan gebeuren? Als ze niet luisteren naar wat de politie zegt en de autoriteiten, dan weten ze toch dat het mis kan gaan? Weet je, het is dat ik in die kooi zat. 4 meter naar beneden. Ik had zelf ook wel dood kunnen zijn. Wat moet ik er verder over zeggen? Zij deed wat ze vond dat moest. Ze had altijd al een hekel aan massaproductie. Ga toch niet aan hijskranen hangen. Ik heet hier verdomme niet aan kerncentrales vast. Dat ging ze niet in. Ze was altijd al een idealist. Het is dat ik in die kooi zat. Idealist. Ik had zelf ook wel dood kunnen zijn. Woorden zijn leugens, zei zij altijd. Of ze altijd een beetje anders rook dan de rest. Wat kon ik eraan? Laat anderen de wereld redden. Er zit nog iemand! Lieverd, kom je zacht de trap op als je thuis komt? Kom je zacht de trap op als je thuis komt? Het is volbracht. Voorbij. Dank u wel voor de aandacht. De sensatiezoekers kunnen weer naar huis. De ramptoeristen, de rioolpers, de paparazzi. Alle verzet gebroken. In de kiem gesmoord, kan ik wel zeggen. Het werk kan beginnen. Het is volbracht. Voorbij. We kunnen weer aan de slag. Gezien. Het nieuws was niet mooi. En jij ook niet. Ik had liever niet gekeken. Maar ik keek wel.